Graven even momenteel, dat vinden ze leuk. Graven. Zo, de drie jongens bij elkaar. En de drie musketiers. Is dat zo? Goedemorgen, lieve familie. Ja, welkom op ons YouTube-kanaal vanzelf. Ja, daar ben je toch terecht gekomen. Mijn naam is Karen Stammer van der Werf. Mijn man, dat is Roderick Stammer van der Werf. Alleen, die zien jullie even deze week heel weinig. Maar het is vandaag alweer woensdag 13 mei. Het is in de ochtend 9 uur. En ja, ik ga het een en ander vandaag doen. Deze is nu net even leeg gehaald. Dat staat hier. Dat ga ik vandaag even uitzoeken. Ja, en ik ga nu met deze koep lekker even de hondjes uitlaten. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier. Nou, graven even momenteel, dat vinden ze leuk. Graven. Maar kuiltjes kunnen graven. Ga graven dan. Ja, kom er zo aan hoor. Ik wil wat, maar dat wil niet wat ik wil. Handig. Zo. Nee, lady, we gaan niet op het fietspad. Ga je mee dan weer? Kom maar. Kom dan. Ga je mee? Pusjes. Ja, nou. Ja, ja. Ja, ik ben een beetje loom, een beetje moe, maar ik heb een hoop gedaan. Dat zie je hier wel, want die is leeg en de eettafel ook. Daar staan nog twee doosjes, die moeten eventjes bovenop de kast. Daar heb ik nu even geen zin in nu, ik ben gewoon even lui, moe. Ik heb ook niet helemaal lekker geslapen vannacht, nee niet echt. Dus ik ga zo meteen denk ik gewoon nog even een uurtje, even anderhalf uur even liggen, want ik heb het ook koud, mijn reuma speelt op. Ik heb net eventjes een broodje gegeten. Dus ja. Dus de hondjes die zijn al lang en breed al uit geweest. Dus daar hoef ik me geen zorgen over te maken. En ik ben nu gewoon even lekker gewoon. Ja. Ik moet sowieso wel nog even een vlog eventjes mooier maken dan wat die nu is. En dan komt het wel goed. Hoop ik toch. Nou, zoals je dus ziet, lig ik nu op bed. En tja, ik moet ook één deze dagen ongesteld worden. Ook fijn. Niet helemaal, maar ik... Nee, ik heb gewoon pijn met steken en krampen. Dus dan ga ik lekker op bed hangen, liggen. De hondjes kunnen gewoon lekker op balkon. Dus hoef ik ook geen zorgen over te maken. Dus die vermaken we wel. En dan ga ik gewoon eventjes voor mijn eigen lichaam zorgen. Want die zegt nu van UEK, je moet
De rode vlag, die gaat bijna uithangen. Ga maar lekker even lekker rustig aan doen. Nou, dat ga ik dus nu ook lekker doen. Dus, nou ja, ik ga lekker even Pokémon doen. En misschien even wat Ingress, misschien een ander spelletje. Moet ik even kijken. En misschien val ik zonder wel in slaap. Ik ben gewoon moe. Dus ja, en dat kan ook eens een keer. Ja, toch? Ja, nee. Komt wel goed. Hoop ik toch. Ja, en vanavond hebben we dus een webinar over de pleegouders. Dus ja, hoe dat in zijn werk gaat, weet ik ook niet. Het is eventjes een beetje too much, zeg maar. Ja. En Roderick, die moet ook zijn behandeling krijgen. Dus ja, druk. Spanning. Dus ja, dat leg ik allemaal nog een keer uit. Ja. Ja, en toen was het alweer 3:30. Roderick is alweer thuis. Die heeft mij gebeld dat hij vrij was van zijn werk. Het was een hectische dag. Hij heeft weinig pauze kunnen houden, helaas. Maar ja, het is daar een protocol er was iets, maar oké, maakt even verder niet uit. Maar door Ro werd ik gelukkig weer wakker gebeld. En nou ga ik mijn mama helpen. Die kennen jullie ook volgen op YouTube. Dat is haar naam, Corina met IE. Luisterburg de Jong. Dus ik zou zeggen, ben je nog niet en geabonneerd op haar kanaal? Doe dat dan even snel. Ja, ik ben weer blij, want mijn deurbel die doet het weer. Want ik heb al heel lang deze deurbel, klik aan, klik uit. Dit gele, dat behoort in principe wit te wezen. Maar als ik dus nou en naar de voordeur loop van mijn eigen portiekdeur. En ik ga ze op mijn eigen deurbel even bellen. Dan horen jullie dus nu ook dat hij het doet. En daar heb je heel veel melodieën voor, maar ja, het is even weer blij zijn dat mijn deurbel het doet. Nou, bijna 2 jaar niet meer te hebben gebruikt. Ja, en dan nu dus weer wel. Ja, en de verkeerde batterij erin. Ja, daar werkt hij niet. Nee. Maar ja, dat had ik toen zelf ook niet gedaan. En hij blijft altijd even een beetje doorknipperen. Nou is hij uit. Dus ja. Nou weet ik weer als er iemand voor mijn deur staat, want mijn bel die doet het weer. Ja, wel eens. Ja, wel. Mijn bel die doet het weer. Oh ja. Knuffeltijd. Is het weer knuffeltijd? Dankjewel. Ja, nou ja. Dat is weer ook weer gedaan, dus ik ben weer blij. Yay! Ja, en ik moet jullie koor nog even verschonen, maar dat ga ik ook zo meteen nog even doen. Ja. Ja, dat ga ik ook nog even allemaal doen. Ja. Even kijken wat die rode dan allemaal gaat doen. Ja. Ja. Echt wel. Ben jij zo en zo zielig dan? Nee, toch? Ben jij zielig? Nee, jij ook niet, hè? Nee.
Ja, lieve mensen van onze kanaal. Ja, daar ben ik weer. Het is nu zo laat. 7:40. Ik ben nu patatjes aan het bakken. Het is een kipkorf trouwens. En dat daarin zit hier. Dat zijn kaarsvlees en dat is patatjes. Ja, want om 8 uur hebben we dus en dat is de webinar. En ik vind het wel een beetje spannend. Dus we gaan het merken en jullie horen nog van mij straks. Zo, de 3 jongens bij elkaar. En de 3 musketiers. Is dat zo? Vind je het fijn? Lekker even krabbies hè, doen hè. Maar als jij de jongens niet had geaccepteerd, had je al lang al hun opgezocht en geslagen. Ja, echt wel. Hé. Hey. Ja, kom maar. Kom maar. Je kan erbij, dat weet ik. Kom maar. Ja, kom maar. Niet? Kom maar. Is lekker, hè? Kom dan. Kom eens hier. Kijk, en in het begin hadden ze ook al lang al weg... Ja, dus dat is ook een hele verandering voor hun. Hi! Hi. Slaapkoppie. Slaapkoppie. Ja. En als dit vanochtend 4:30, 5 wakker hoor. Ja, dat weet ik, dus maar... Ik heb geen slaapkoppie meer. Nee, nou wakker en je hebt nog wel eventjes en gelegen, dus dat scheelt. Ja, oké. Okay. Ja. Hey, daar was ik weer. Ja, gezellig met de jongens. Ja. Ook helemaal top. Nee, Roos met en met de hondjes, want ik heb een beetje krampjes. Ja. Hey, kom dan. Hey. Maar ja, bij deze ga ik wel de vlog even afsluiten. Gewoon even zonder Roos, maakt niet uit. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een... duimpje omhoog en abonneer even hieronder, doe het belletje aan even hier gelijk, want dat ben je toch daarnaast, en laat een leuke reactie achter hier helemaal onderin, dat zou ik onwijs tof vinden. En dan zien jullie mij waarschijnlijk morgen weer terug, en zo niet zien jullie mij vrijdag terug, dus blijf kijken en tot, nou ja, ik denk wel vrijdag en anders morgenavond pas. Doei! Dag! Mwah.